Oh, hallo mensen, welkom bij Vincent Maakt Muziek, aflevering 3. En we gaan in een korte periode, in een korte tijdslimietje, proberen een klein nummertje in elkaar te zetten, tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Oké, ik wil een beetje een lekker nummertje gaan maken, dus we gaan even kijken of we wat leuke dingetjes in elkaar kunnen zetten. Ik ga eens even kijken, want we zitten hier bij de samples en beats, die wil ik sowieso opengooien, want er zitten de bongo's. Ik zal hem een beetje harder zetten. En wij hebben natuurlijk nog meer nodig, namelijk, ik kijk even bij de NES Kit. Ik vind deze wel lekker. Oké, daar maken we een vierslag van. Dus ik ga deze opvoeren en dan hebben we de beat. We nemen hem 128 bpm. En dan krijgen we dit. Als we dit opvoeren naar 4, dan krijg je dit. Oh, dat vind ik wel echt heel lekker. Klaar. Nou, voor een leuke video, geef een groen duimpje. Nee, we gaan natuurlijk wel meer doen dan alleen maar de kick. Laten we nog even een klep zoeken. Dit is lekker. En dit doen we dan om de... Deze? Nee, we doen hem gewoon. Ik ben gelijk verliefd op die klep, weet je? Dan moet je hem gewoon selecteren. Dan zoeken wij nog de hi-hat. Dus een beetje... Die gaan we er ook even in doen, die vingerclip. En die doen we dan om de 2... Blap en blap. En dan zoeken we nog even een hi-hatje zoals ik zei. Dan hebben we een beetje de standaard beat hebben we dan. Ik ga hem even opzoeken wat we hebben hier allemaal. Deze. En die kun je dan om de 3 pasjes doen. Want elk blokje, elk gekleurd blokje is dus 4. En dan krijg je dit. Ik vind het nog een beetje te saai. Die even kijken. We gaan eens kijken of we toch wat meer kunnen vinden. Maar ik heb natuurlijk een kleine limiet aan... Hey! Dan vind ik dit wel apart, hè? Beetje zachter. Ik vind deze wel vet. Oké, grappig. Nee, wat we gaan gebruiken is een melodietje wat we net al deden. En dan moeten we dat eronder doen. Nou, wat hadden we in ons hoofd? Dus krijg je dit. Dan krijg je dit een beetje als standaard. Dat klinkt wel aardig, toch? We gaan het klonen. En dan gaan we er nog een andere melodietje bij zoeken. Dat is een beetje die mars, weet je wel, van ze komen op. Proberen we even iets. Die klinkt wel lekker, joh. Dus te. Moeilijk deze. Ik probeer hem te doen. Het is wel een aparte beat. Deze gaan we sowieso kopiëren even naar de
eerste pattern, want daar hadden we nog niks staan. En dan doen we hem eventjes de kick weg. Dus krijg je... Oké, cool. Dan krijgen we de tweede natuurlijk die kick erop. Even kijken, wat kunnen we nog meer toevoegen? We gaan sowieso nog meer klonen, want we gaan nog kijken wat we meer voor geluidjes kunnen toevoegen aan dit liedje. Even kijken hoor, guitar. Nou, dit is allemaal... orchestra. Dus dat... Ja, ik ga even bij de dance volume kijken. Even kijken hoe dat klinkt. Het is heel moeilijk om hier wat erbij te doen. Dus wat we gaan doen is... deze gaan we knippen. En die gaan we door laten gaan. Dus krijg je dit. En dan kan je wel die deze erbij doen. Even kijken hoor. Even wat leuks erbij zoeken. Die is vet. Even kijken hoe dat klinkt. Kijk, dan krijg je dit dus. Dan krijg je ineens die, als je een beetje zacht doet, krijg je dit. Klinkt vet, toch? Ik vind het vet. We zullen hem even opslaan als DJ 2. Zo. En dan doen we hem klonen. En dan gaan we hem nog één keer even een melodietje bij doen. Want ik heb veel meer gedownload. Het zijn allemaal nieuwe dingetjes. Want je kan ook claps. Even kijken hoor. Loops. Je moet drum loops hebben. Dus krijg je... Vet, klinkt vet. Ik vind vet klinken. Ik ga hem gewoon helemaal doordoen. Dan doen we gewoon een twee maats maken. Dus krijg je te. Dus krijg je deze. En als je deze afmaakt ook. Dan gaat hij langer door naar twee. En dan krijg je dus dit als effect. Maar hij gaat alleen niet door. Maar dan zou je dus deze naar 16 moeten zetten. Dat je een langere beat krijgt. Dus dan zou je deze dus naar 4 moeten zetten. Deze moet je laten herhalen. En dan zou je dus deze in de clap moeten neerzetten. Dat is per lijntje. En deze zou je in de... Even kijken hoor. Die gaat bij de clap komen. Dus dan krijg je die als daar. Dus dan krijg je nu wel het goede. En dan kan je op het einde nog even... Krijg je dit. Vet joh. Een goed stukje. Dit. Oké, cool. Dat klinkt best wel grappig. Hè? Ja, elke keer wat. Nou, doen we nog één dingetje erbij. Even kijken. We kunnen ook organ. Dat is nog beter hoor. Zo. Weet je, de piano? Dit is echt een piano allemaal. Gaan we hier kijken. Doggy.
Dat is een beetje het jeugdvertegenwoordigerachtig, hè? Dat is een beetje, ja. Beetje jeugdvertegenwoordig. Dat wil ik wel doen. Dus dan. Maar dan moet je hem kleiner maken weer. Dat is het nadeel. Maar als je vorige keer een langere balk hebt gebruikt, dan pakt hij, onthoudt hij dat, zeg maar. Dus dan krijg je. Kijk hoor. Het is een beetje. Krijg een beetje dit. Ja, ik doe ook maar wat, jongens. Je zou nog één dingetje bij toevoegen, maar dan moet het niet te druk worden. Kijk hoor. Dat is vet, hè, die geluiden. Ik ga het gewoon eens proberen, jongens. Wie niet waagt, wie niet wint, toch? Zo is het, hè. Oké, let op. Krijg je dit effect? Nou, als we die een beetje harder zetten. Hou voor liedje niks, jongens! Een keer, komt ie! Oké, dames en heren, ik hoop dat je het een leuke video vond. Geef vooral een groen duimpje als je dit leuk vond en vaker wilt zien. Vind ze maar muziek. Tot de volgende video en houdoe!